Vanaf Sportpark Sportlaan heten we je van harte welkom. We gaan ons opmaken voor de 13e ronde alweer in de speelronde. Vandaag op het programma de wedstrijd DVS 33 tegen ONS Sneek. Roeland, we gaan deze wedstrijd voorbeschouwen zoals u van ons gewend bent. Dat doen we met Roeland. Goedemiddag, Roeland. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat weet jij van ONS Sneek naast dat ze uit Sneek komen? Nou, ik denk dat wat ons het meest bijblijft natuurlijk, en dat is typerend voor die ploeg, is denk ik de twee wedstrijden die wij vorig jaar tegen hen hebben gespeeld. Waarin wij denk ik in beide wedstrijden de bovenliggende partij waren. Maar dat wij toch in beide wedstrijden niet het maximale resultaat halen. En ja, dat zegt wel iets over deze ploeg. Dus die kunnen echt vanuit niets kunnen ze iets maken. Dat is al een kracht. Dus ze zijn daarin geduldig. Ze zijn gevaarlijk met standaard situaties. Met die paar momenten van hun spits zijn ze gevaarlijk. En ze hebben heel veel doorzettingsvermogen natuurlijk. Dus ploegjes maar niet zomaar verslagen. Oké, duidelijk. Hoe ga je dat vanmiddag met jouw ploeg bestrijden? Ja, kijk, het belangrijkste is dat wij, want ik verwacht dat er wel ruimte op het veld gaat komen. Dus dat wij vooral het tempo hoog gaan houden en dat wij door de linies gaan voetballen. Want ik denk dat we van daaruit, van die ruimte die er gaat komen, gaan we zeker kansen creëren. En wij zullen ook gewoon heel alert moeten zijn op die momenten die ik net noemde. Dus het doorzettingsvermogen van die ploeg. Dus ze kunnen echt zomaar uit de niets kunnen ze een goal maken. Ja, dus dat vraagt zoveel al bijvoorbeeld in balbezit. Dat je geduldig blijft, dat je niet te snel balverlies leidt, niet te veel risico neemt daarin. Want als je balverlies leidt, ja, dan zijn hun er heel snel uit. Dus dat is hun kracht. Dus dat vraagt gewoon weer heel veel. Dus concentratie, geduld en in de momenten die we krijgen, ja, die zullen we ook moeten aanpakken en afstraffen. Oké. Een wisseling in keepers zag ik. Daan keept in plaats van Paul. Wat is daar de reden van? Nou, om er niet te heel veel inhoudelijk op in te gaan in die zin van in details. Kun je het zo zien van beide keepers zijn we heel tevreden over, laat het duidelijk zijn. Maar het zijn beide ook wel heel erg verschillende keepers. En wij hebben natuurlijk vorig jaar Daan viel weg, Paul kreeg de kans. Paul heeft dat fantastisch gedaan vorig jaar. Vooral in de competitie, waar wij vooral in de eerste fase van de competitie veel al achteruit moesten. Op eigen helft stonden, van daaruit goed moesten verdedigen. En daar heeft Paul gewoon een hele grote stempel op gedrukt en dat fantastisch gedaan. En dat is dus ook de reden geweest dat we hebben gezegd van nou, we hebben geen reden gehad toen Daan weer fit was om hem te passeren in het begin van dit seizoen. Alleen nu merk je dus gedurende het seizoen dat ook Daan gewoon weer veel fitter is, is fris, doet het gewoon goed op trainingen. Dus we hebben gewoon twee fantastische keepers en daar zijn we hartstikke blij mee. En dan is de vraag van kun je ze ook allebei gebruiken, want ze hebben allebei verschillende kwaliteiten. Nou ja, ik denk dat het wel kan, dat wij nu ook kunnen kijken van nou, wat voor tegenstander treffen en welke keeper kunnen wij het beste gebruiken. Alleen dan kom je weer in dat voetbalwereldje, dat conservatieve voetbalwereldje, waarin dat niet gebruikelijk is. We wisselen de keeper nooit, we laten de keeper altijd staan en dit en dat. Ja, daar moeten we gewoon vanaf. Kijk, in dit geval gaat het even om, wij komen meer dat we op deel van tegenstander spelen. Vaker hebben we ook gewoon de opbouw van Daan nodig, dat we wat snelle ballen kunnen wegleggen. Daan is in de coaching, is hij net even iets anders als Paul. Nou, Paul is ook weer een heerser in de 16, dus dat komt ook heel vaak van pas. Dus in dit geval hebben we even een keer voor Daan gekozen. En helaas komt daar dan het vervelende bericht bij van Paul dat hij vanwege familieomstandigheden vandaag niet was. Maar goed, we hadden deze beslissing al wel maandag met ze doorgenomen, dus dat staat er wel even los van. Oké, duidelijk. Nou, namens DVS TV wensen we en de supporters wensen we Paul ook van deze kant veel sterkte daarmee. Verder nog verrassingen in de opstelling? We spelen niet met Koen dit keer. We spelen met Maurice eigenlijk op het middenveld. En ook om met de insteek om eigenlijk naar voren toe toch wat meer variatie te krijgen. Dus Dennis Sebastien speelt in de spits erbij. En we proberen daarin wat meer variatie te krijgen naar voren toe. En dat we daar wat dreigender gaan worden. En Koen is meer een pasende speler vanuit het middenveld. En nu gaan we iets aanvallender spelen. En
Ja, wij hopen dat we daarmee ook ONS, in ieder geval wat een wat stuggere ploeg is en niet zo wendbaar is, dat wij daar dan makkelijker door de linies kunnen spelen en een makkelijker verschil kunnen maken. Oké, wensen we daar jou heel veel plezier mee en succes vanmiddag. En we gaan voor de winst natuurlijk. Gaan we zeker doen, dankjewel. Graag gedaan. En we zijn begonnen. ONS Sneek heeft afgetrapt. Goeie bal daar van Denis Sabas. Kan Joran Pot de bal tussendoor leggen op Maurice de Ruiter. Er is ruimte aan de andere kant. Joran van Zanten mee naar voren. Brengt de bal de 16 meter binnen. De bal kan worden weggewerkt door een verdediger van Sneek. Maar toch een schot op de goal die maar net naast verdwijnt. De Boer. De bal op nummer 4. Die scherp. Die bal gaat de goal in. Doelpunt voor ONS Sneek in de 7e minuut. Ging door het midden. In de 8e minuut komt ONS op 0-1 door nummer 4, Fabian Stevens. Nogmaals vrije trap, scherp daar. Daar kwam Joran van Zanten in scoringspositie. Kai Velde achter de bal. Roald de Vries ook daarbij. Muur is op afstand. Hij kan het wel, die Kai Velda. Komt die vrije trap. Recht in de handen van de keeper Bas van Wegen. González valt daar. Harry Pinassi mag gewoon door. Harry Pinassi kaatst, schiet daar Kai Velda. Schiet naar net naast. Opslag van rust. Kai Velda. Geen overtreding daar. Bal bij Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Individuele actie misschien dan. Bal in de handen van Bas van Wegen. Naar een goed schot van Maurice de Ruiter. Joran van Zanten. Joran Pot. Joran Pot. Joran van Zanten. Harry Pinassi. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Leek eerst even de bal te vergeten, maar heeft nog steeds balbezit. Gaat daar zijn man heel mooi voorbij in de 16 meter. Geeft de bal terug. Joran van Zanten. Daar wordt net het been tussen gezet van de nummer 2, Gustavo van der Veen. Goeie bal daar terug op. Die bal valt daar voor Frank Heus. Nieuwe man daar in het veld. Geeft de bal aan Maurice de Ruiter, kan hij daarbij. Schermt de bal goed af. Gaat de kans komen. Ik voel hem aankomen. En die keeper die zit daar heel goed in die hoek. Op het schot daar van Maurice de Ruiter. Grote kans voor DVS. Komt die bal. Is een goede bal. Op het hoofd van Ale de Boer. Harry Pinassi gaat schieten. Bal hakt daar. Ongelooflijk dat die bal er niet in gaat. Joran van Zanten. En dan krijgt hij een nieuwe mogelijkheid. Doeltrap. Daar komt ONS Sneek goed weg. Keeper en volgens mij was het Klaas de Vries. Harry Pinassi. Basiel Camara. Maurice de Ruiter. Aan de man in zijn rug. Kan de bal niet binnenhouden. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Zo gaan de punten mee naar Sneek. DVS verliest hier teleurstellend 0-1 in het voordeel van ONS Sneek. Jouw verhaal zo kort na de wedstrijd, Richard. Nou goed, wij zijn in ieder geval gesteund denk ik door een snelle voorsprong. Hè, wat veel problemen in personele problemen. Nou goed, in het moment dat je een snelle voorsprong krijgt, ga je toch wat makkelijker voetballen. Ja, en ik denk dat we eigenlijk heel erg goed stonden. En dat we eigenlijk het eerste uur nauwelijks in de problemen zijn geweest. En dat we in de laatste fase, de laatste half uur, gewoon ongelooflijk veel geluk hebben gehad. De andere kant, je zet een man op de lijn neer, dat hij die bal weg moet halen. Ja, dat doet hij. En de keeper moet ballen tegenhouden, dat deed hij ook. Duidelijk verhaal. Roland, hoe kan dit? Kijk, je begint die wedstrijd al met die mogelijkheid van Maurice. Hè, die kans, dat is een mogelijkheid, die neemt hem in één keer uit de lucht.
De bal gaat net naast, dat is jammer. Vervolgens kom ik knullig weer op 1-0 achterstand. Er staat geen druk op de bal en dan blijven we toch aansluiten. En dan worden we in de diepte geklopt. Dat is niet goed te keuren. Dan gaat hij ook nog met een beetje geluk de bal de lucht in en dan valt hij er binnen. Nou, als je ziet dat daar het geluk wel is wat wij vandaag niet hadden. Vervolgens krijgen we daarna nog een situatie met een bal die volgens mij vanuit Maurice kant werd voorgegeven. Die Joran van Zanten nog kon binnentikken. Vlak voor rust zien we Basile dwars door de middenas komen. En die zet Benjamin en Roumillon alleen voor de keeper. Ja, en die schiet de bal ook naast. Dus sowieso voor rust hadden we al op 1-1 moeten komen. Over de eerste helft moet ik wel zeggen dat ik vond dat we gewoon slecht hebben gespeeld. We horen wel eens van er is weinig beleving. Nou, ik vond wel dat we de eerste helft gewoon echt slecht in de beleving zaten. Dus we waren niet fel genoeg met tweede ballen en dat soort dingen. Dus dat neem ik mijn ploeg dit keer wel kwalijk. Dat hebben we ook in de rust besproken. Tweede helft denk ik dat wij ook weer even wat stroef gingen beginnen. Op een gegeven moment na de wissel begon het ook wat meer, wat beter te lopen. Frank die kwam erin als rechter middenvelder ook bewust om nog meer beweging te krijgen. Nou ja, in de periode daarna hebben wij denk ik zo enorm veel kansen gecreëerd. Schoten voor open doel die via de kuit naast gingen. Een bal die verlengd werd, die van de doellijn werd afgehaald. Een keeper die eigenlijk bij een onmogelijke bal de bal er toch nog uittikt. En dat zit dan gewoon allemaal tegen in die fase. Ik vond ons dan zeker het laatste half uur vond ik ons weer goed voetballen, fris voetballen. Er zat weer veel beweging en veel tempo. Geven niks weg. En daar moeten we dan maar weer op doorbouwen, want we zitten nu even in een slechte fase. Maar ik heb wel het laatste half uur heb ik weer een heel goed DVS gezien. Oké, ook een duidelijk verhaal. Richard, je zou ongetwijfeld blij zijn met het resultaat. Vind je het ook een terechte uitslag? Nou, ik denk dat de uitslag met een gelijkspel dat het terechte was geweest. Maar goed, ik vind, daar gaat het niet altijd om. Hè. Ik bedoel, we kunnen allemaal wel kansen roepen die je gehad hebt. Het gaat erom op wat voor manier, hoe creëer je ze, hoe sta je als ploeg zijnde, hoe verdedig je, hoe val je aan. Al die facetten, die vond ik mijn ploeg vandaag ontzettend goed in. En op basis daarvan kun je ook wedstrijden winnen. Je hoeft niet alleen maar te tellen met het aantal kansen wat je krijgt. Maar ik denk dat wij het eerste uur hebben gezorgd dat DVS niet aan hun spel toe kwam. Ja goed, en de toeschouwers hier zullen kijken naar DVS van ja, slecht, matig, weet ik veel, was allemaal geen bezieling. Maar ik vond dat wij gewoon ontzettend goed stonden en dat het voor DVS gewoon ontzettend lastig was om hun favoriete spel te spelen. Ja, en op een gegeven moment kom je in een situatie dat DVS alles of niets kan spelen, hè, want dan moet je toch, ja, en dan wordt het gewoon moeilijker. Hè, dan worden er toch wat meer risico's genomen in de passing en dergelijke. Nou, en dan kan ik me ook voorstellen dat Roland zegt, ja, dan zie ik in één keer de laatste half uur zie ik weer DVS wat we voor ogen hebben. Maar goed, ik denk dat juist het eerste uur tot DVS dat niet kon, omdat wij het gewoon ontzettend goed deden. Oké, duidelijk verhaal. Volgende week spelen jullie tegen? Dan gaan we tegen Stede ook al spelen. Nou, heel veel succes daarbij. Roland, volgende week tegen? Quick Boys thuis. Nou, succes en kijken of we dan de winst weer eens kunnen gaan pakken. Gaan we doen, dankjewel. Bedankt.